Goedemorgen, het is vandaag maandag 25 januari. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb mijn sjaal nog om, want ik kom net hier binnen. Ik heb echt een paar weken geen weekvlog geüpload. Want ik was best wel een beetje onzeker of zo. Omdat ik dacht, ja, volgens mij zijn ze niet echt interessant meer. Alleen via Instagram kreeg ik best wel veel berichtjes. Ik mis je weekvlogs. Dus ik dacht, nou weet je, we gaan gewoon weer een weekvlog opnemen. Want ik wilde dus van het weekend een haarroutine opnemen. Omdat ik dus niet heb gevlogd. En ik dacht, ja, dan moet ik een extra video of nou ja, een ander soort video maken. Ik ben er gewoon helemaal niet aan toegekomen. Maar ik ga deze week proberen om er weer een leuke weekvlog van te maken. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je blij bent dat ik zeg maar terug ben. En dan wens ik heel erg veel kijkplezier. Ik ben nu dus in mijn kantoorpand aangekomen. En ik ga zo pakketjes inpakken. Maandag is altijd de drukste dag. Omdat ik dan pakketjes moet inpakken van ongeveer 3 dagen. Van vrijdag naar 3 en dan zaterdag zondag. En het is nooit echt heel veel of zo hoor. Want ik kan makkelijk nog alleen. Alleen het is gewoon wel iets meer dan dat ik bijvoorbeeld alleen op een dag heb. Laat ik het zo zeggen. Want het is natuurlijk dan 3 keer zoveel. Maar het is nog steeds niet echt veel. Maar ik besteed altijd best wel veel aandacht aan het inpakken. Dus daarom ben ik er op zich best wel lang mee bezig. En het is hier echt een mega grote chaos. Want ik had dus al mijn nieuwe collectie binnengekregen. Maar daar moet ik dan nog foto's van maken. En dat doe ik nu tegenwoordig gewoon in de spiegel. Want ja, ik heb niet echt een fotomaatje. En het is best wel koud elke keer. En ja, het schiet gewoon allemaal niet echt op. Dus ja, dan moet ik het maar op die manier doen. Misschien van de zomer dat het anders gaat worden. Maar ja, ik heb dus alvast wat nieuwe collectie op dat rek gehangen. En er was dus nog meer binnengekomen. Maar ja, het ligt hier nu helemaal vol. Kijk jongens, je ziet het al. Er liggen ook allemaal plastic zakken en allemaal ja, nieuwe items in. Nog plastic en zo. Hier heb ik dan een deel even opgehangen. Bijvoorbeeld dit hele leuke schattige cardigan vestje. Kijk hoe cute het is. En dan heb ik 2 van die heerlijke sweaters. Super dik en zacht. En dan van die leuke pastelkleurtjes. Want het wordt natuurlijk lente. Nou, dan heb ik hier nog 2 leuke bodies. Dat is ook natuurlijk helemaal een ding altijd. Een body leuk met een jasje eroverheen in deze kleuren. En dan heb ik nog dit. Dat is ook heel erg gaaf. Een soort trui, shirt, longsleeve-achtig. En dan zit er al een blouseje onder en dan staat er Los Angeles op. Die heb ik ook nog in een andere kleur, maar dat is echt super tof. Dit is ook heel leuk. Dit is zo'n sweater dress. En dan heeft hij dus bij de mouwen zo gedrapeerd effect. Echt heel erg leuk. Nou, dit vind ik al helemaal leuk. Dit is dus zo'n heerlijk zacht vestje dingetje. En dan hier met zo'n rits. Dat is helemaal een ding ook. En kijk, hier nog eentje. En dan in het mooie blauw. En dan heb ik nieuwe broeken binnen. Mooie flare. Super leuk, ja. En nog meer dus. Nee, maar het is sowieso best wel gaaf. Want ik heb ook echt een mega sale op mijn site. Echt super goede prijzen. Dus ik zou zeggen, neem snel een kijk als je dat nog niet hebt gedaan. Het zijn echt hele mooie items. Ik vind ze zelf altijd mooier in het echt. Maar ja, hè, nu kunnen jullie het niet bewonderen. Maar ik zal wel even een aantal leuke dingetjes laten zien. En dan ga ik eventjes weer aan de slag. Ja, dit is ook super leuk. Daar hebben we er nog maar 1 van. Nou, dit is echt mijn favoriete item. Dit is dus een blazer dress. En deze is vooral heel erg mooi als je wat korter bent. Want als je wat langer bent, dan is die echt te kort. Maar hij heeft dus hier zo'n mooi puff detail. En hier kun je hem dus aan de zijkant vastmaken. En het is gewoon zo prachtig. Dit zou ook nog wel leuk zijn, bijvoorbeeld in de zomer. Of in de lente of zo, het voorjaar. En dan gewoon met blote beentjes en leuke laarsjes bijvoorbeeld. En nu met een panty natuurlijk. Dus die is ook in de sale. Nou ja, we hebben echt super veel leuke dingen in de sale. Deze jas ook. Echt zo leuk. Deze vind ik ook ontzettend leuk. Dit is zo'n hele mooie leopard ruffle dress. Hier heeft hij zo'n stretchband en dus van die lagen. En deze is dus juist weer heel erg mooi als je juist lang bent. Want je kan hem ook gewoon dragen als je wat korter bent. Alleen ik vind hem persoonlijk mooier als je wat langer bent. Hij kan echt wel tot 1,80 meter worden gedragen. Dus dat is een tipje voor de meiden die wat langer zijn. Dit vind ik ook echt super leuk. Dit is die leather look frilled dress. Voor mij is het een jurk, maar voor heel veel mensen gewoon een blouse. En ja, ik ben natuurlijk niet zo groot, dus voor mij is het gewoon wel een jurk. Dus als je ook niet zo lang bent, tot 1,60 ongeveer, dan is dit voor jou ook een jurk. Hartstikke leuk. Deze vind ik zelf ook super leuk. We hebben alleen nog maar met ML, maar ik pas hem ook gewoon. Alleen als jij XXL hebt, pas je hem ook, omdat hij super veel stretch heeft. Dus hij rekt gewoon heel erg mee. Maar dat is dus ook echt een leuk truitje. Maar wat ik al zei, we hebben gewoon nog zoveel meer in de sale. En dat ding is helemaal overbelicht. Ja, maar het is eigenlijk te veel om aan jullie te laten zien. We hebben natuurlijk ook nog heel veel party dingen. Alleen ja, dat valt nu bijna niet eens meer te verkopen. Omdat er toch geen feestjes zijn en zo. Maar ja, hè. Hopelijk is corona snel voorbij. Dat hopen we natuurlijk allemaal. En dit zijn echt de zachtste jassen ever. Dus als je nog een lekkere jas zoekt. Nou, dit is echt een aanrader. Hij is dus gemaakt van viscose. En hij is zo zacht. Het is niet normaal.
We hebben nog zwart en roze. Echt ontzettend leuk. Het is echt een mooi roze. Echt een poederkleurtje. En natuurlijk ook heel veel leuke jurkjes in de sale. Nou ja, echt genoeg. Wat ik al zei, ik kan gewoon niet alles laten zien omdat het gewoon heel veel is. Maar wat wel echt super leuk is, met de code YouTube krijg je nog eens extra 20% korting op de sale. Nou, de sale is echt al super goedkoop. En ja, weet je, je krijgt er wel gewoon echt ook iets moois voor terug. En dan krijg je dus ook nog eens 20% extra korting. Dus ja, wie wil dat nou niet? Neem snel een kijkje en kom dan weer lekker terug in de vlog. Of kijk straks eventjes op de site. Nou ja, het hoeft natuurlijk niet. Maar ik zou het echt super leuk vinden en waarderen. Dan ga ik nu pakketjes inpakken. Ik doe dat eerst in vloeipapier altijd. Kijk, nou ja. Trouwens, als je me nog niet op TikTok volgt, daar heet ik Tinsula Loves. Daar doe ik wel eens inpakvideo's. Dus dan laat ik zien hoe ik een bestelling inpak. Dus dat is ook een aanrader, maar ik ga nu echt aan de slag. Je merkt wel dat ik lang niet heb gevlogd, want ik ben weer een uur aan het praten. Zo, ik ben thuis. Het is 5:30 normale tijd. Jullie weten nog wel dat ik best wel een tijdje, nou niet een tijdje terug, een paar maanden terug of zo, was ik echt elke keer pas om 10:30 thuis. Het is namelijk zo dat ik best wel veel te doen heb. Ik heb best wel een to-do-listje. Ook met YouTube en zo. Alleen, ik heb nu zoiets van, nou, dan red ik het maar niet allemaal op een dag. Dan morgen weer een dag. Net als met die nieuwe collectie. Ik had nu door kunnen gaan dat over 's avonds met foto's maken. Maar ja, dat kan ik ook morgen doen. Want ik word er gewoon niet goed van. Ik word moe, gestrest, bla bla bla. Dus ja, dan kan ik maar beter gewoon een volle dag maken. En denk ik, het is 5:00. Het is genoeg geweest. Dus dat heb ik nu met mezelf een prioriteit gesteld. Want anders gaat het niet goed. Maar ja, soms moet je gewoon een stapje achteruit doen. Maar ik ga koken, want ik heb zoveel trek. Dus ik ga even laten zien wat ik ga maken. Ik ga pasta Siciliana maken. Dat bestel ik altijd bij de Happy Italy. Maar je kan het ook zelf maken. Ik vind het wel lekkerder als een ander het maakt. Maar ik ga het wel zelf doen. Wat je nodig hebt zijn cherry tomaten. Dat ga ik als eerste bakken in olijfolie. Dan heb je dit, gezeefde tomaten. En dat doe je er daarna in. Natuurlijk ook een beetje zout erbij en zo. En dan doe je de tagliatelle. Dat is verse tagliatelle trouwens. Doe je lekker koken. Dit is trouwens echt voor 4 personen. Maar I don't care. Doe er ook nog knoflook in. Buffel mozzarella. En dan heb ik ook nog in de koelkast parmezaanse kaas. Dat doe ik er ook nog in. Dus helemaal niet veel ingrediënten. Maar het is wel heel erg lekker. Dus ik ga het nu maken. Want ik heb het. Ik heb net de tomaten gesneden en ik dacht van misschien is het lekker om wat roomkaas er doorheen te doen. Dus dat ga ik doen. Deze zijn nu aan het pruttelen. En dan doe ik daarna nog die gezeefde tomaten erbij. En Tigo die maakt nu knoflook. Die perste. Hoi. Hoi. Nou jongens, ik heb gekookt. Het is super lekker denk ik. Zo ziet het eruit. Ik had ook nog truffelmayonaise toegevoegd. Ook een tip. Dus we hebben een lekker buffeltje mozzarelletje bij. Hey iedereen, welkom in de vlog van Julia. Julia die is nog even aan het werk in haar pand. Ik ben onderhand eventjes begonnen met eten maken. We eten vandaag broccoli soep. Ja, heerlijk. De groente is nu eventjes aan het verwarmen. Wow. De hele camera beslaat. Wow. Hey, de camera is beslagen, momentje. Ja, hij is weer scherp. Nee, we zijn even bezig met de groente aan het verwarmen. Dit ga ik straks allemaal pureren als het lekker warm is. Ik moest een kwartiertje hard koken. En dan ga ik straks eventjes vegetarische gerookte spekjes erin doen. Die ga ik zo bakken. En Julia die komt waarschijnlijk ook zo. Ze weet helemaal niet dat ik aan het vloggen ben. Ik zag die camera staan en ik dacht, let's do this. Het kost namelijk ook de tafel nog even aan het dekken. En Julia ook zo thuis komt. Gaan we het even gezellig maken, even. Nou, borden niet, want we gaan soep eten. Dus, twee kommen. Behalve een bordje eronder, want ik ga ook nog een focaccia in de oven doen. Want ik ben wel, als je soep eet, dan moet er ook wel wat bij, vind ik. Want anders eet je alleen maar soep. Soms doen we dat wel. Maar toch vandaag lekker focaccia erbij. Straks nog eventjes de peterselie erbij. En dan ga
ga ik nu de spekjes doen. Ik zet hem even hier. Ik ga de spekjes even bakken. Ze zijn nog bevroren, dus ze moeten eventjes allemaal loskomen. Nou, kijk mensen. Ik voel me echt een chefkoek hoor. Ook al is dit echt een super makkelijk recept. Toch vind ik het altijd wel even leuk om een beetje te kloten in de keuken. Nou, te kloten niet. Gewoon te koken natuurlijk. kijk wat Julia nou weer zegt. Even kijken hoor. Ze zegt ook focaccia. Oh, ze heeft zin in een macroket. Oh, oh, oh. Echt, dat is Julia weer, die verzin in de McDonald's. Maar ja, ik ga eventjes verder en als Julia er is, dan pakken we de camera weer op. En dan ga ik even haar reactie filmen. Nou, de focaccia zit in de oven. Lekker, lekker. En ik heb alles gepureerd. En de spekjes zitten er ook in. Kijk eens hoe enorm lekker dit eruit ziet. Kijk, dames en heren, daar is Julia. Ja, jullie zien haar niet, maar ze zit echt te kijken voor what the fuck doet hij. Kun je niet. Ja, jullie zien haar niet. Ze stapt nu uit. Wat doe jij, zegt ze. Ik doe dit namelijk nooit, de camera pakken. Dus ik denk echt van, what the fuck doet hij? Hoi! Even een gezellig muziekje op. Hey! Ik wist niet eens dat mijn camera hier nog was. Ik heb eventjes aan alle kijkers laten zien wat ik aan het koken ben. Nou, de focaccia's zijn klaar. Julia is back. En alles is klaar, dus we kunnen gelijk eten. Nou, Julia die zit er. Ja. Het is nog een beetje heet, denk ik. Heel heet. Moet maar, proeven. Ja, maar pas maar op, want je verwarmt je mond, denk ik. Durf niet. Zo heet. Lekker. Mooi, dat wilde ik even op. Fucking heet. Wat doe jij nou? Fucking heet. Verbrande tong. Wat doe jij nou? Nou heb ik een verbrande tong. Bon appetit. Het is inmiddels avond en Tigo heeft vakantie een weekie. Dus ik natuurlijk niet. Maar ja, hè, om dat te vieren hebben we McDonald's besteld. Oh, wat slecht. Ik ben echt extreem overbelicht. Maar we gaan zo een serie kijken. We kijken dus een hele leuke serie. Madre Hay Dos of zoiets dergelijks. Het is iets met twee moeders die waren bevallen op tegelijkertijd. En toen is de baby's verwisseld. Zijn de baby's verwisseld. Toen kwamen ze het pas na 6 maanden achter. Nou, ik vind dat echt super leuk om te zien. En hiervoor hebben we, hoe heet dat ook alweer gezien? Hoe heette dat ook alweer? Lupin. Onkruid patat. Maar Tigo, ik schaam elke dood. Ik had dus heel lang geleden een onesie besteld. Of zo, ja. Maar ik was zo op YouTube. In plaats van in maat XXS, in maat XXL. Dus voor Tigo is die goed. Maar dan komt er zo'n man aan de deur met UBI of met onze bestelling. En dan loopt hij gewoon dat pak. Maar goed, we hebben eten. Dus oh, het ruikt zo lekker. We hebben best wel veel besteld. Ik heb ook een ijsje. Het is goed gesjoeld. Hier zit je meal in. Nou, als eerste heeft Tigo natuurlijk een happy meal, want hij is een kind. Wat is dit? Hele zak. Unboxing time. Wow. Macro cat zit hierin. Oh ja, we hebben ook nog kipnuggets. En McChicken. Of ik bedoel, McDonald's. Ik kan niet bij mijn woorden. En wat zit hierin? In appels, ijsthee van Tigo en ik heb dus ook nog een McFlurry, maar die ga ik even in de koelkast zetten. Ik ben benieuwd of het is. Dit kan ik ook als koetje.
McFlurry Twix. Dus die gaat nu in de koelkast. Dus wij gaan lekker eten. Nou, waarom moet dit? Ik schaam me. Hoezo? Omdat het ongezond is. Ik voel mij zo. Mmm, frietsaus is zo lekker. Leuk boekje. Sí, la idea del reportaje de la revista fue mía. Lorenza es mi amiga y pensamos que sería bueno hablar de las oportunidades empresariales que se están abriendo para las mujeres como yo. Hoi, het is vandaag woensdag en ik zie er niet uit. Ik heb echt ontzettend grote puist op mijn voorhoofd. Zo'n een heb ik wel vaker gehad trouwens, maar hij doet zoveel pijn. Zoals Tigo zei, je hebt een puist op je kop. Ik heb best wel wat meegemaakt in de afgelopen 24 uur. Ik had gisteren dus een TikTok geplaatst. Het ging over, ik had een beetje vet haar en ik had toen 2 dagen lang al een staart in. En als je dan zeg maar die staart eruit haalt, dan krijg je altijd hoofdpijn en blijf je haar zeg maar overeind staan. Dus daar had ik een TikTok over gemaakt. Dus nou ja, ik was helemaal plat gerooid met haat over vet haar en zo. Terwijl ik zoiets had van, dat is toch gewoon normaal. Iedereen heeft toch wel eens vet haar. Nou, nu lijkt het misschien ook vet, maar ik heb het vanochtend 3 keer gewassen. Het is nat nu. Het is een beetje moeilijk om dat te onderscheiden van elkaar. Maar er waren ook super veel mensen die waren hartstikke positief en zeiden dat het hartstikke normaal is en dat ze het fijn vonden dat ik juist realistisch was en zo. En het interesseert me ook helemaal niet hoor, dat die mensen dat zeiden. Alleen ik vond het gewoon een beetje vaag. Dan denk ik van ja, waar moet je dat dan zeggen? Maar hè. Ik ben in ieder geval in mijn pand. Ik heb Tigo meegenomen, want die heeft even een weekje vrij tussendoor. Ja, op vakantie gaan is geen optie. Maar we gaan vrijdag naar een hotel, dus dat is wel leuk. Ik heb even boterhammen mee. Eén met appelstroop en pindakaas. En ik heb voor mezelf eventjes thee en koffie gemaakt. En dan ga ik zo eventjes mijn bestelling inpakken. Maar die video is nu dus 190.000 keer bekeken. En misschien als jullie dit zien nog veel meer, maar dat is echt bizar. Pff, maar ik irriteer echt wezenloos aan die thuis, jongens. Hé, Tigo, het valt me nu pas op dat we allebei groene trui aan hebben. Ja, je hebt wel een iets andere kleur. Ja, maar wel allebei groen. Het is vandaag donderdag en wij zijn weer in mijn kantoorpand. En ik heb Tigo weer meegenomen. Tigo is vrij en anders zou hij thuis toch alleen maar op zijn laptop zitten. Kan hij net zo goed hier op zijn laptop zitten. Want ik vind het gewoon hartstikke gezellig als hij meegaat. Hij hoeft voor mij niks te doen en zit hier gewoon op de bank. Alleen dan kan ik gewoon tussendoor tegen iemand praten. Maar wat ik wilde zeggen, er was dus zo'n meisje en die had dus een paar dingetjes op biosfashion.nl gekocht. En nu heeft ze dus op TikTok gemaakt dat ze die bestelling ging openmaken. En het is zo schattig. Dus ik heb er een duetje mee gemaakt. Dus mocht je ook een keer wat bestellen, zou ik het echt leuk vinden als je dan zo'n TikTok unboxing maakt. Dan kan ik het reposten. Maar ik zal ze even laten zien. Oh, waar is ze? Wacht. Kijk, zo ging het dus. Bijuls. Kijk, ze ging dus dat pakketje openmaken en zo en ik ging kijken. En dat was echt heel schattig. En ik mis trouwens echt ontzettend erg dat mensen hier in de showroom konden komen. Ik mis het zo. Maar voorlopig gaat het denk ik nog wel even duren, hè, Tig? Ja, ik denk het wel. Hè. Maar goed, wat ik nu ga doen. Ik ga eventjes van mezelf foto's maken in de spiegel en zo met nieuwe kleren. Want ik had pas al nieuwe collecties binnengekregen, maar nu weer. Dus gisteren heb ik al wat fotootjes gemaakt. Ga ik het nu weer doen. Want dan wil ik sowieso volgende week die collectie erop. Het hangt hier nu echt heel rommelig over het rek heen. Maar ik weet in ieder geval wel wat ik moet fotograferen. Het is echt super veel leuks. Het is vandaag vrijdag en ik heb net al pakketjes ingepakt. Het is middag. We zijn nu even bij de Mac, want ik heb het getrekt. Maar we gaan zo naar Valkenburg. Wij gaan eerst even lekker een pakketje eten, want het is nog getrekt. Ik heb een pakketje en een smoothie. Waarom moet ik er nou weer op? Nou, omdat je mee bent. En straks gaan we ook even naar de Starbucks. Ik wil graag even lekker koffie daar halen. En Tigo niet natuurlijk. Maar ik wel, want we rijden langs. En hier waar wij wonen hebben we geen Starbucks. En ik mis het dus. Nou, Tigo die is chagrijnig, want ik heb heel lang bij de Starbucks gestaan. But I don't care, want ik wilde mijn Starbucks. Wat ik heb is een karamel latte macchiato met amandelmelk. Ik heb een medium voor het eerst. Ik had er zin in. En ik heb ook nog zo'n lemon loaf cake hier of zo. Ik moet even een taste test. Heel lekker. Nou, na een paar
paar uur rijden. Ik heb geen sfeerbeelden gemaakt. Zijn we aangekomen in het hotel. Het is echt super gaaf. Het is allemaal een beetje met mat zwart. Dat is heel leuk ingericht. Ik zal even gelijk een rondtour doen. En dan ga ik even plassen. Kijk, dit is de gang. Heel vet met dat mat zwart. En de deur ook. Nou, dan kom je hier binnen. Dit is de kleur van de muur. Ook mooi. Oh. Hier kan je dingetjes opzetten. Dus dit is zeg maar een overview. Heb je hier direct een deur. Kijk, die, je hebt hier ook allemaal mat zwarte handknopje. Of deurknoppen en lichtknopjes en zo. Wat is dit? Een wc. Kijk hoe vet. Allemaal zwart. Dat vind ik gaaf. Dat is ook heel leuk. Kan je dingen ophangen en zo. Leuk krukje. Dit is ook heel leuk. Drie van die spiegels. Kan je hier lekker zitten met je laptop als je dat wil. Dan heb je hier twee bedden. Een tv. Je kunt tv kijken van het bed. Dit is het uitzicht. Dan hebben we hier zwarte gordijnen. En leuke lampen. Het is zeg maar heel modern. Waardoor het dan heel luxe. Ja, maar zwart toont altijd wel luxe. En dan heb je hier een schuifdeur. Kijk. En dus de badkamer. Ik weet even niet waar het licht hoort. Kijk. Spiegel. En een lekker een wastafeltje. En de douche. Nice. Zo jongens, ik ben helemaal bezweet. We hebben namelijk keihard gelopen naar die sushi. We waren ook nog eens verdwaald. Dus ik heb het gewoon hartstikke heet. Dus ik heb even mijn shirt uitgedaan. Ik heb letterlijk zweet. Ja, 23 graden hier. Maar we gaan lekker sushi eten. Ik heb dit allemaal. Heel lekker. En Tycho dit. Heel lekker. Smakelijk. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik moet zeggen dat ik echt slecht heb geslapen. Ik weet niet. Ik had gisteren best wel een grote koffie op. En ik kan daar best wel slecht tegen. En ik was gewoon ontzettend onrustig. Ik was heel tijd gestrest. En een beetje, ja, gewoon heel erg onrustig in mijn bed. Ik kon gewoon niet slapen. En ik heb gewoon ook heel erg snel in een hotel, als er vloerbedekking is en zo, heel veel last van jeuk in mijn ogen en neus. Omdat het dan gewoon best wel stoffig is. Want ik ben allergisch voor huisstofmijt. En met vloerbedekking, ja, is dat gewoon best wel erg. Dus daar kon ik ook niet van slapen. En het kussen lag ook niet echt helemaal lekker. Dus ik heb niet echt lekker geslapen. Oh ja, en ik had een bloedheet. Echt super raar. Dus ik weet niet wat er was. Maar ik heb gewoon niet goed geslapen. Dus dat zie je ook aan mijn hoofd. Maar niks tegen het hotel of zo hoor. Want het hotel is echt super leuk en mooi en zo. Alleen, ik kon gewoon niet lekker slapen vannacht. En Tycho heeft ook hazenslaapjes gehad. Dus ik ben daar gewoon eerlijk over. Met Tycho is nu de ontbijtbox aan het halen. Ik ben benieuwd hoe het is, de ontbijtbox. Ik zit in ieder geval lekker op bed met tv. Super chill. Die gewoon tv kan kijken op je bed. Nou, Tycho is terug. We hebben dit. Ik denk dat hier iets van eitje in zit. Ja. Oh, lekker. Twee appels. Oh, chocoladebroodjes en croissantjes, eitjes, yoghurt, fruit. En wat is dit? En smeersels. En nog drinken. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En gisteren heb ik na het ontbijt niks meer gefilmd. Wij zijn toen naar het Drielandenpunt gegaan. Want het begon dus de sneeuw in Valkenburg, maar het was natte sneeuw. En toen had ik zoiets van, oh, dan zal het daar wel gewoon normale sneeuw liggen. Omdat ik die tip had gekregen van mensen die daar vaak heen gingen. Alleen, het was daar helemaal geen. Dat was daar niet eens aan het sneeuwen. En het was gewoon regen. Dus we waren er best wel snel weer klaar mee. Toen gingen we naar huis. Dus ik heb ook niet meer echt iets gefilmd. En we staan nu in de rij bij de McDonald's. Want we gaan zo even wandelen. Tycho, kijk maar, Barbara. We gaan zo even wandelen in Barendrecht. En eerst even een kroket eten en koffie. En dan gaan we vanavond naar Tycho's vader. Dan gaan we paella eten, want hij heeft een Spaanse vriendin. Mijn vader heeft een Oekraïense vriendin. Dus ik vind het wel toevallig. Allebei onze vaders. En ze houden allebei van koken. Het is heel droog. Het is toch Oekraïens? Ja, voor jouw vader wel. Ja. Jouw vader is Spaans. En wij? Boy zijn Dutch. Nee, grapje. Ik ben Scandinavisch. Voor 50%. Ik had een keer een DNA-test gedaan. Hè? En jij? Jij weet het niet, hè? Jij bent gewoon 100% Nederlands. Trouwens, ik heb net... Of Duits. Ik heb net Tycho zijn haar geknipt, trouwens. Het is weer tegenlicht. Je moet eigenlijk jezelf even zo filmen. Praten. Ja. Kijk, dit is het geworden. Hij is weer... Iedereen zit te kijken. Nou, en. Oké, jongens, ik heb een latte macchiato met karamel. En dan heb ik een
chili chicken. Nou, ik had namelijk helemaal gek. En ook nog een Mac croquette. En Tycho heeft een Happy Meal. Hoe oud ben jij? Jong genoeg om dat te bestellen. En toen waren we weer aan het einde gekomen van deze weekvlog. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je het weer leuk vond. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!